jullie zien allemaal mailtjes en Facebook-posts voorbij komen over de zon. Dus daar ga ik vandaag net even wat meer over vertellen. Nou, de zonproducten zijn voor nu heel erg belangrijk, ook de hele zomer door. Juist om je huid die bescherming te geven die je nodig heeft. En begin daar nu al mee, want ook al schijnt zoals vandaag de zon niet echt heel erg fel, toch heb je UV-straling in de lucht. Dus is het heel erg belangrijk om juist dan ook die zonbescherming op te hebben. Ik ga beginnen met de UV Defense. De UV Defense is een dagcreme die je huid goed hydrateert, maar tegelijkertijd ook een hoge zonbescherming bevat. Belangrijk is het om als je echt naar buiten gaat of op vakantie, om dan ieder uur of iedere twee uur opnieuw een laagje van die crème aan te brengen, zodat je continu die factor op je huid hebt. Doe je dat niet, dan is op een gegeven moment die factor weg en dan ben je alsnog blootgesteld aan de UV-stralen zonder bescherming. Wat dus betekent meer zonschade, meer pigmentvlekjes, maar ook meer rimpels. En die willen we natuurlijk niet. Dus daarom, ja, UV Defense voor overdag. En het fijne is dat hij dus je huid ook hydrateert, dus je kan hem dus ook nu al gaan gebruiken. Nou dan, als tweede, de sunscreen spray. Dat is een spray voor het lichaam, maar die je ook op het gezicht kan gebruiken. En ook die bevat weer een hele hoge factor. En zowel de UV Defense als de sunscreen spray zijn beschermd tegen UVA en UVB straling. En dat is ook een hele belangrijke. Nou, je spray die kan je voor jezelf gebruiken, voor je man, voor je kinderen en zelfs voor je kleintje die pas geboren is, zodat ook die goed beschermd is. Nou, belangrijk bij die sunscreen spray is dat je die 20 minuten voordat je de zon ingaat al aanbrengt, zodat hij goed in kan trekken. En ook voor deze geldt ieder uur of iedere twee uur weer even opnieuw een laagje aanbrengen. Dan, als laatste, bronzesteam. Een supplement van binnenuit die ervoor zorgt dat je vanuit binnen nog beter beschermd bent, maar dat je eigenlijk ook al een bruine kleur gaat ontwikkelen zonder de zonnestralen. Wil je je huid optimaal beschermen, dan gebruik je ze natuurlijk gewoon alle drie. Zo simpel is het. Bij de bronzesteam is het wel belangrijk als je die gaat gebruiken tijdens je vakantie, om daar minimaal 2 weken van tevoren al mee te gaan beginnen. Maar het beste is om dat 4 tot 6 weken van tevoren al te gaan doen, zodat je echt een goede opbouw hebt van binnen en dat je lichaam wel beter tegen die zonnestralen kan. Nou, nu weet je een beetje welke producten allemaal belangrijk zijn voor je huid tijdens de zomer en tijdens je vakantie. Nou, nog wat extra tips om je de zomer door te helpen. Belangrijk is om ieder uur en iedere twee uur dus opnieuw te gaan smeren, zodat je zonbescherming gewoon echt optimaal is. 1,5 liter tot 2 liter water drink ik per dag. Je verliest natuurlijk heel veel vocht door het transpireren. En dat moet weer aangevuld worden. Dus echt minimaal 2 liter water op een dag drinken. Dan weet je zeker dat je echt voldoende hebt. Genoeg vitamine A, vitamine C, vitamine E en antioxidanten binnenkrijgen. Dat krijg je voornamelijk door fruit te eten met een rode en een blauwe schil. Maar ook door groenten te eten die een rode, een gele of een oranje kleur hebben. Juist daar zitten die vitamines en die antioxidanten veel in. Dus dan weet je ook dat je dat voldoende binnenkrijgt. Daarnaast is nog het scrubben voor je huid voordat je op vakantie gaat een hele goede. Zo zorg je ervoor dat je dode huidcellen verwijderd zijn en dat je huid nog mooier en egaler en bruin wordt. Des te meer belangrijk is het dan wel om je zonbescherming aan te brengen, want je huid is dan wel kwetsbaarder voor zonschade. Dus let daar wel echt heel erg goed op. Nou, als laatste natuurlijk, als einde van de dag, de aftersun. De beste aftersun die je kan gebruiken voor je gezicht en voor je hals en décolleté is dan het hydrating mask. Het hydrating mask bevat heel veel menthol en werkt daardoor ook heel erg verkoelend op je huid. Plus gaat gelijk je huid heel goed hydrateren, waardoor je die droogte lijntjes die je gedurende de dag hebt opgelopen gelijk weer gaat verhelpen als het ware. Nou, dit zijn een beetje de tips voor de zomer en de zon en wat je allemaal het beste kan doen. Mocht je nog vragen hebben, bel of mail gerust, je weet ons te vinden. En anders wens ik jou een hele fijne zomer toe en geniet ervan.